Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik samen met jullie de Dyson Coralie uittesten. Deze mooie paarse stijltang met flexibele platen. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat die gebruik maakt van geen overdreven warmte eigenlijk, wat je haren kapot gaat maken. De platen zijn flexibel, dus je kunt er van alles mee. Je kunt gemakkelijk krullen maken, gemakkelijk stijlen. Het pakt je kleine babyhaartjes zo mee. Dus daardoor gaan die niet uitsteken en gaat je mooi glad haar hebben. Je kunt C-curls maken, dus zo dat die van onder meer naar binnen krullen. Je kunt er echt van alle stijlen mee uitgaan. Hij is ook, zoals jullie zien, cordless. Dus die heeft geen stekker nodig. Hier moet je die opladen als een plat is. Hier staat een batterijtje. Ik heb mijne al gebruikt deze morgen om mijn haar te stijlen. Dus het batterijtje is bijna leeg. Temperatuur staat erop. Hier is de aanknop. Plus en min kies je de temperatuur. Dus je kunt eigenlijk kiezen tussen 165, 185 of 210. Er zijn drie temperaturen op. Die piept ook. Allee, maakt een geluidje als hem warm genoeg is. Hij maakt ook een geluidje als hem klaar is voor gebruik. Dus dat is echt super handig. En natuurlijk super handig om mee op reis te gaan. Omdat hij best compact is. Je kunt hem ook toeschuiven op deze manier. Je kunt hem zo open doen. Er is een poshje bij om hem mee te nemen op reis. Wat ook heel fijn is, dat hem echt mooi blijft. En dat je hem niet kapot maakt of zo. Of je die niet los in je tas moet gooien. Het is ook gewoon veel gezonder voor je haar met de flexibele platen. Ja, door de warmte zoals ik al zei. Maar het is ook gewoon echt veel makkelijker om te stylen je haren. Dus als je dan je stijl of krullen wilt, de styling van je haar is gewoon veel gemakkelijker hiermee. Omdat die ook echt, ja, die beweging goed volgt. Je kunt er zelfs zo van die waves mee maken, had ik gezien. Dus dat is echt zot. En ik moet zeggen, bij een gewone stijlding heb ik echt heel lang moeten oefenen om daar een krul mee te maken. En gewone stijltangen kunnen dat vaak ook gewoon niet, omdat inderdaad die platen niet flexibel zijn. Dus dit is mijn nieuwe beste vriend om mijn haren te doen. En ik kijk er naar uit om deze veel te gaan gebruiken. Dit is hoe de tang verpakt zit als je hem krijgt. Het zit echt in zo'n hoes, wat gemakkelijk is om te reizen. En dan zit er ook een oplader bij. Het is echt zo met een oplaadstation. Dus dat is echt super tof. Ik ga het uitpakken en dan ga ik jullie laten zien hoe je die moet opladen. Oké, dit is het laadstation. En zo. Ik moet hem omdraaien. Zo laat je hem dus op. Dan zie je dat hij aan het opladen is. Hier staat hij in. En die staat eigenlijk, ja, gewoon zo op te laden. Het is echt gewoon een super futuristisch systeem. Echt heel chic. Als je het hele laadstation niet wilt meenemen, als je op vakantie gaat of zo, kun je ook gewoon de stekker meenemen. En dan laat hij zo ook op. Oké, let's do this. Tijd krullen. Ik ga eerst mijn haren verdelen. Ik ga in drie delen werken. Dus ik ga eerst het onderste deel krullen. Ongeveer zo. Dan ga ik dit omhoog doen. En zoals jullie weten heb ik ook extensions. Dus extra veel haar om te stylen. Allee, om te krullen. Maar om te stylen. Ik ga eerst dit een beetje kammen. Ze zijn redelijk glad. Dus dat is wel oké. Dan ga ik mijn Dyson nemen. Die staat op de laadstation. Dit is de batterij momenteel. Wacht, ik zal hem aanzetten. Dan zien jullie hoeveel batterij. Hier ga ik wel mijn haar mee gekruld krijgen. Dan ga ik de temperatuur kiezen. Ik ga voor 210 gaan door mijn krullen. Dan gaan we even wachten tot die klaar is. Ready. Normaal doe ik over mijn krullen echt wel een... Goh. Echt wel een
uur, denk ik. Maar ik denk dat dat nu wel echt minder gaat zijn. Dus ik neem een Dyson. En ik ga mijn haren krullen. Blijft ook echt super goed zitten. Want daar heb ik heel vaak met mijn gewone stijl. Denk dat mijn haar echt uitvalt. Woehoe. Curl 1 is done. Het is echt super easy. Super gemakkelijk. Ik ga denk ik voor wat dikkere krullen. Dus ik ga een beetje dikkere plukjes nemen. En kijken als die dat aan kan. Kijk, het valt er echt gewoon weg niet uit. Wat ik anders wel altijd heb. Oké, dit is, oh ja, amai, een dik stuk. Maar kijk hoe goed. Wauw. Oké. Dikke stukken kan ik anders echt nooit zo goed krullen. Dus dat is wel echt top. Kan ik ook eens wat dikkere krulletjes maken. Maar wauw, hoe mooi. I like it. Zeer veelbelovend, hè. Normaal hou ik mijn stijl denk ik echt altijd zo vast. Dus nu moet ik echt nog zo denken van, ah, ik moet dat niet vasthouden. Nou, het laatste stukje al aan deze kant. Yeah, baby. Oké, wauw, dat is heel mooi. Heel mooi losse krullen. Love it. Oké, andere kant. Maar dat ging kei snel. En de onderste laag is gewoon helemaal gekruld. Dan gaan we naar de tweede laag. Dan ga ik er ook nog een speld bij nemen. Omdat ik nu die onderste laag even in een staart ga doen. Zo. Dat ik die niet nog eens krul. Dan gaan we de top naar boven doen. Voilà. Vastspelden. Zo. En dan is dit de volgende laag. Oké. Let's go. Ik ben nu echt, hoe lang ben ik bezig? 5 minuten. Ik kan dan zien hoe lang ik aan het filmen ben. 6 minuten. En ik ga al bijna klaar zijn met mijn haar te krullen. Dus dat is wel zot. Wauw. Ik moet ook echt vaak met een gewone stijltang of een krultang mijn krul echt 3 keer of zo opnieuw doen. Omdat die niet genoeg krult. En dat gevoel heb ik... Allee, hierbij niet. Ik merk gewoon dat dat dan direct goed gekruld is. Kijk hoe mooi. Hoe mooi een losse krul. Precies wat ik wil. Tweede laag. Check. Amai, dit gaat echt zo snel. Ik doe echt 2 minuten over een laagje. Maar dat had ik echt wel niet verwacht. Oké, dan de laatste laag, de bovenste laag. Let's see dat mijn meet goed is. Let's come. Dan ben ik vooral heel benieuwd naar mijn curtain bangs, hoe die gaan krullen zelfs. Maar... dan gaan we ze even zien. Ik ben benieuwd als die mooi naar buiten gaan krullen. Dus, want dat is vaak wel een probleem, vind ik. Sitting on my own, singing alone, dancing in the middle, guess it's my jungle. Oké, het moment van de waarheid. Mijn curtain bangs. Die naar buiten krullen.
Heel benieuwd of die niet zo te stijf gaan zijn. Oeh, jemperie. Oké, perfect. Dit is wat ik altijd wil, dat dit mooi wegkrult van mijn gezicht. Super. Oké, de laatste kant. En dan zien we de finishing touch. Ik vind het vooral ook gek dat ik mijn haren niet zo moet vasthouden om ervoor te zorgen dat dat erin blijft. Dat valt normaal altijd er zo uit en hier niet. Oké, de andere sidebangs. Oh yeah. Oké, perfect hè. Perfect baby. Woehoe. Oké, nu ga ik alles los doen. Voilà, nu geeft hij aan dat er één blokje minder is van de batterij. Dus ik heb echt op 10 minuten mijn haren gekruld. En normaal gaat Stijl dan echt een half uur mee zonder de kabel. Dus een half uur kunt je haren stylen ermee. Ik ga hem trouwens ook uitzetten. Ik denk dat ik klaar ben. Het ziet er goed uit. Ik ga hem opladen. Eens kijken. Yeah, buddy. Hele mooie losse krullen, ook mooi veel volume. I like it very much. Oké, super super blij mee. Echt heel blij. Dyson is verkrijgbaar bij Dyson zelf. Ik zal hieronder alle linkjes zetten als jullie het zelf willen uitchecken. De prijs is €499 voor deze stijltang, maar een Dyson is natuurlijk wel ja, meer kwaliteitsvoller en ja... Beter als gewone stijltangen, krultangen. Gaat ook heel lang mee en de kwaliteit is gewoon echt top. Ik heb zelf al een paar producten van Dyson, zoals mijn haardroger en mijn draadloze snoerstofzuiger, de V10. En zoals jullie weten, I'm obsessed met die allebei. De haardroger is gewoon top. De stofzuiger is gewoon top. Ik bezit die allebei al denk ik 3 jaar. En nooit problemen mee gehad. De kwaliteit blijft gewoon hetzelfde. Dus ik ben ook heel blij dat ik nu deze heb. En dat die ook gewoon jaren mee kan gaan. Het is een investering, maar wel een hele goede investering. Dus zoals ik zei, meer info hier beneden. Hopelijk vonden jullie het leuk om deze tutorial te zien. Op YouTube zullen er sowieso nog wel staan. Dus als je op zoek bent naar iets met C-curls of stijlhaar of zo. Ik vond het alvast heel leuk om deze video voor jullie te maken. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Laat weten wat jullie van mijn krullen vinden. En dan zie ik jullie snel weer.